In deze video hebben we het over aftrekken. Kan je dat in één woord omschrijven? Geil. Ontspannen. Geven. Spel. Kram. Essentieel. Intiem, denk ik. Handmatig. Ik vind het heel persoonlijk. Plezier geven. Simpel, mag dat? Mag ik dat zeggen? Eerst waar ik aan denk is saai, maar dat is heel erg dat ik dat zeg. Leuk. Ik vind aftrekken heel leuk. En waarom dan precies? Omdat een penis minder ingewikkeld is dan een vulva en dan ja, gewoon een beetje simpel of zo. Ik krijg er niet heel veel plezier uit. Voorspel is voor mij heel belangrijk en dat wint mij enorm op. En eigenlijk is voor mij zeg maar penetratie de cherry on top. Dus voor mij is aftrekken en vingeren gewoon moet. Ik vind aftrekken vind ik niet echt bij de daad seks zelf horen. Het hoort natuurlijk bij het voorspel. Ik vind zelf aftrekken vind ik leuk voor even. Maar je werkt ergens naartoe. Ja, precies. Ja. Okay, het is heel vaak zo half bij het begin en dan heeft iemand ook nog zijn spijkerbroek aan. En dan zit het zo half dat je er niet bij kan. Ik vind het niet het moment suprême. Het is een soort van ervoor. Ik snap ook helemaal niet waarom het aftrekken heet. Want je trekt helemaal niet, toch? Het is eerder een soort van afvoelen. Ja. Aftasten, ja. Het is wel een beetje alsof je een soort van gravity bus aan het schudden bent. Dan zo, psst. Ja. Hoe was jullie laatste keer? Nee, mijn laatste keer dat ik dat... Ik ga ook meteen zo doen. Ja, het zit er wel in de muscle memory. De laatste keer dat ik het deed was heel kort. Was heel kort ervoor, even. Ook praktisch. Of was het het signaal van ik wil seks? Het moment tussen zoenen... En iemands broek uittrekken. Ja. Ja, het was een beetje sneaky, want oeh. Ja. Oeh. Ja, we lagen met z'n drieën in bed. En aftrekken is eigenlijk perfect op het moment dat je iets stiekem wil doen. Want het maakt niet per se geluid of zo. En het is gewoon onder de dekens. Dus dat was heel chill. En ook omdat we maakten de hele tijd oogcontact en we zeiden allebei niks. Dus dat maakte de situatie wel heel spannend. Ik vond de laatste keer wel chill. Dat wel. Wat ik er heel erg leuk aan vind, is dat dan iemand totaal soort van aan het genieten is. En ik voel me dan een beetje... De queen. De queen, ja. Die voor mij was best wel kinky. Vertel. Oh. Nou, ik heb toen ook voor het eerst iets gedaan wat ik nooit had gedaan. Met deep throat erbij, veel spuug. En dan, terwijl ik aftrek... Bij de ballen likken en zuigen en dan nog ietsjes verder naar beneden. Ja, dat was een hele vuurwerkshow. Ja, dat was wel speciaal. Die vergeet ik nooit meer. Even aan de andere dan. Wat is jouw techniek om het speciaal te maken? Ja, nee, niet echt een techniek. Ik begin met één hand. Ik bedoel, ik ben rechts, dus ik begin met rechts. En als het dan maar wat moe wordt, dan gaan we over naar de andere. Of soms met twee. Het is maar net, ja. Nee, je kan ook nog de ballen meenemen. Ja, ja. Dus dan moet je freestylen. Ja. Gewoon een beetje aftasten. Dus dan doe je even wat sneller en dan merk je dat iemand... Dan weet je, oké, het gaat goed. Ja. Maar niet keep echt going. Als een joystick. Gewoon. Nee. Nee. Keep it, keep Hoewel on. Mannen dat vaak wel bij vrouwen doen, hè? Ja. Mensen die het heel slecht doen, die zien het als een handeling op zich. En die doen dat dan gewoon. Die gaan gewoon meteen op standje, zeg maar 80%, gewoon huppatee, let's go. En dan ben jij zo van, oké, maar wat de fuck ben je nou eigenlijk aan het doen? Mensen die het echt heel goed kunnen, die gaan vaak veel langzamer. En die aaien ook veel meer. Die pakken het wat rustiger aan en die kijken ook veel meer naar wat jij ervan vindt. Het is wel iets, het zit in de pols. Het is wel een soort van movement, dansje. Ja, ik merk vaak dat ik, als ik... seks heb met iemand die een besneden penis heeft, dat ik dan dus een beetje last ben omdat ik gewoon zelf gewend ben dat er een huid bij zit. En dan moet ik altijd wel even wennen. En dan vraag ik ook altijd van, hoe vind jij het lekker als je aan je piemel trekt? Of ik vraag of je het even voor wilt doen, want dan weet ik van... Ja, want sommige mensen vinden toch hele verschillende dingen lekker. De ene wil toch een beetje zo huid eroverheen trekken, de andere soort van, nee, het moet heel nat worden. Dus er moet een beetje spuug bij of whatever. Het is heel fijn om variatie te hebben. Dat je een beetje verrast wordt van wat er gaat gebeuren. Als je naar iets toe wilt of zo, dan moet het wel consistent zijn. Net als bij vrouwen. Dus het moet ritmisch blijven. Ja. Wat moet je nou echt niet doen bij aftrekken?
niet te hard. Niet meteen gewoon, ga er meteen in. En hoppa, een soort naaimachine, doe. Stel je voor, ze zijn dus niet besneden, dus wel met voorhuid. Mm. Niet te laag naar beneden, ja. Want dat doet echt pijn. Ja. Dat velletje, dat gaat dan gewoon, dat is, nee. Ja, maar ik ben meer zo'n gast die denkt, ja. Alles is goed. Ja. Als je het ook niet leuk vindt, dan moet je het ook niet doen. Nee, dan moet je het niet, dan laat anders het anders dan voel je meteen dat mensen zijn zo van, oké, ik doe dit, maar ik weet niet wat hij leuk vindt. Ik weet niet wat hij lekker vindt. Is dit goed? Dat voel je meteen. En wat moet je juist wel doen? Maak het goed nat. Want ook al is iemand besneden of niet besneden, ik denk dat dat altijd wel een fijn gevoel is als er gewoon wat spuug bij zit of olie of weet ik veel wat je gebruikt. Ik vind het wel lekker als je een beetje focust op het topje. En dat kan dan zeg maar met de huid, maar ook zonder de huid. Wacht totdat het nat wordt. Dus begin gewoon zeg maar alleen al met het wrijven van de eikel. En bedenk ook dat de eikel en het toompje van de eikel het meest gevoelige gedeelte van de penis zijn. Oké. Laten we eens kijken naar de video van de daad. Hij is hot. Ja, dat is wel een goeie. En een soort ritme die steeds van langzaam naar sneller gaat. Ook echt intiem wel. Ja. Ja, ze houdt goed druk, zeg maar, op de penis. Wow. Ah, wow. Oh, dit is ook... Oké, meteen piemel. Wat leuk. Ik vind het... Ja. Wil je meer zien van Sexpedia? Ga naar npo3.nl voor meer video's van Sexpedia.